Op donderdag 29 december 2016 om half acht in de avond voer een met 2000 ton benzeen beladen binnenvaartschip op de Maas in dichte mist door de gesloten stuw bij Graven. Bij het ongeval vielen geen slachtoffers. Wel ontstond aan dek zware schade en kwam een geringe hoeveelheid van de giftige stof benzeen vrij. Tevens ontstond schade aan de stuw. Met als gevolg dat het waterpeil tussen Graven en Sambeek in de dagen daarna met drie meter daalde met schadelijke gevolgen voor de scheepvaart en woonboten in de omgeving. Het betreft hier dus een dubbel ongeval dat door de aanwezigheid van een gevaarlijke stof een potentieel groot gevaar was voor de omgeving. Daarom heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de oorzaak en de crisisbeheersing. De Maria Valentine is een tankschip bestemd voor het vervoer van vloeistoffen. In de nacht van 28 op 29 december laat het schip in Stijn 2000 ton benzine om te vervoeren naar Rotterdam. Als het schip op de 29ste rond 6 uur in de ochtend vertrekt uit Stijn, is het zeer mistig en dat zal vrijwel de gehele reis zo blijven. Dit is voor de schipper geen reden om niet te gaan varen, aangezien het schip beschikt over een radar waarmee varen in dichte mist is toegestaan. Ondanks dat navigeren in de mist inspannender is dan onder normale omstandigheden, kan de schipper zich gedurende de reis niet laten aflossen. Hij heeft als enige aan boord voldoende praktijkervaring om met het schip te varen. De geplande reis van de Maria Valentine tot de voorgenomen rustplaats zal 14 uur duren. De maximaal toegestane vaartijd per dag. Vanwege de lage waterstand kan het schip niet over de gebruikelijke route via het Maas-Waalkanaal en de Waal varen, maar neemt het een alternatieve route via de Maas. Deze vaarweg is complexer vanwege de vele stuwen die het waterpeil in de Maas constant houden. Na 13 uur varen in de dichte mist nadert de Maria Valentine even voor half acht de stuw bij Graven. Het schip passeert hier de ingang naar de sluis en vaart richting de stuw die op dat moment gesloten is. Om 19.30 uur vaart de Maria Valentine in een rechte lijn precies door het midden van de stuw. De stuurhut wordt verwoest en van het schip geslagen. De aanvaring veroorzaakt een grote opening in de stuw. Hierdoor ontstaat een sterke stroming, waarop het schip over een hoogteverschil van 3 meter wordt meegevoerd. Het schip komt op ongeveer 600 meter afstand van de stuw tot stilstand. De schipper heeft het ongeval overleefd. De sluismeester heeft het kabaal van de aanvaring gehoord, maar door de mist heeft hij geen goed beeld van wat zich bij de stuw heeft afgespeeld. Hij informeert Rijkswaterstaat, maar de hulpdiensten worden nog niet gealarmeerd. De bemanning van de RWS 27, een patrouilleboot die bij toeval achter de Maria Valentine voer constateert ernstige schade aan de stuw. Even na acht uur treffen ze ook het schip zwaar beschadigd aan. In het volgsysteem voor de scheepvaart ziet Rijkswaterstaat dat het schip 2000 ton benzine vervoert. Het stuwcomplex in Graven wordt beheerd door Rijkswaterstaat en ligt op de grens van de gemeenten Heumen en Graven. Ook de grens van drie veiligheidsregio's loopt door de Maas. Bovendien komen twee waterschappen en twee regio's van Rijkswaterstaat in dit gebied bij elkaar. Ruim een uur na de aanvaring informeert Rijkswaterstaat de politie dat er gevaarlijke stoffen bij het ongeval zijn betrokken. Aan beide oevers van de Maas richten de veiligheidsregio's een commandopost in voor de hulpdiensten, zonder dat ze dit voldoende van elkaar weten. De hulpdiensten hebben mede door de dichte mist. Moeite de volle omvang van het incident te overzien. Door de locatie van het ongeval en het ontbreken van een gezamenlijk incidentbestrijdingsplan is het voor de partijen moeilijk om tot afstemming te komen. Tot diep in de nacht is het niet duidelijk of de lading van het schip gevaar geeft voor de omgeving en de bemanning. De volgende morgen blijkt pas welke grote gevolgen het ongeval had voor de waterstand in de Maas. Het onderzoek heeft veel aan het licht gebracht over de mogelijke risico's van deze aanvaring en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het bevreemdt de onderzoeksraad dat een schip geladen met benzine in dichte mist 14 uur aan 1 mag varen zonder dat de schipper kan worden afgelost. De raad wijst erop dat niet alleen de schipper hierin een verantwoordelijkheid heeft, maar ook de chemiebedrijven als opdrachtgever van het transport. De Raad meent verder dat lessen kunnen worden getrokken door de betrokken overheidsinstanties en hulpdiensten op het gebied van communicatie en samenwerking. De Raad doet de volgende aanbevelingen: Rijkswaterstaat moet als vaarwegbeheerder de mogelijkheid krijgen onder extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer stil te leggen. De vaarwegbeheerder Chemie- en vervoersbedrijven moeten duidelijke afspraken maken onder welke condities varen met gevaarlijke stoffen verantwoord is. De Onderzoeksraad heeft in eerder onderzoek al vastgesteld dat crisisbeheersing en hulpverlening in dichte mist verhoogde eisen stellen aan de samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen. Vooral op bestuurlijk complexe locaties. Waar regio's en verschillende disciplines op land en water samenkomen, komt de samenwerking niet vanzelf tot stand. Gemeenten, veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat moeten al in de planvorming duidelijke afspraken maken over samenwerking en coördinatie en hiermee oefenen.